Hallo lieve jongens en meisjes, welkom bij alweer een nieuwe ballon tutorial video. Vandaag gaan we een alien hoed maken. Wat heb je hiervoor nodig? Twee ballonnen, 260. De kleur natuurlijk, die kies je zelf, wat je zelf mooi vindt. Een ronde ballon, alien geprint, ook weer de kleur die je zelf kiest. Een ronde ballon, doorschijnend. En onze ballonpomp. Hoe gaan we aan het werk? We nemen eerst onze twee ballonnen. En die gaan we natuurlijk opblazen. Anders kan je er niet veel mee doen. Hoplakidee. We laten een staartje over van ongeveer een 3 vingertjes. Ik hoop natuurlijk de ballon altijd stevig dicht. En met onze tweede ballon doen we net hetzelfde. Ook weer ongeveer 3 vingertjes. Als je ziet dat dit iets te weinig is, kan je hier altijd een klein beetje lucht uitlaten. En hier een beetje knijpen, zodat je het juiste formaat krijgt. We knopen deze ballon ook dicht. En nu kunnen we starten. Je kan ervoor kiezen om deze ballonnen aan elkaar te knopen. Ik doe dit niet. Ik verbind deze ballonnen door een kleine bubbel te maken. En waarom doe ik dit? Om de heel eenvoudige reden. Het hoofd is bij elk kindje anders. En door dit gewoon opnieuw los te draaien, kunnen we de ballon altijd groter of kleiner maken naar gelang het hoofdje van het kindje. Dan nemen we het formaat van het hoofdje. Zo. En we draaien onze ballonnen weer samen. Nu maken we onze ballonnen een beetje soepel door er even in te knijpen. We maken een dubbele pinch twist. Allee, en wel niet. Hopla. Blijven oefenen. Dit is ook niet meer de boodschap. De pinch twist doe je door deze twee bubbels een beetje achteruit te trekken en gewoon te draaien. Als het gebeurt dat hier je ballon ploft, welkom in de club. Heel veel oefenen en heel veel ballonnen. En je zal zien, na een tijdje gaat het vanzelf. Voor de nek nemen we een bubbel van ongeveer een hand groot. Of iets meer zelfs. En nu gaan we opnieuw een dubbele pinch twist maken. Opnieuw achteruit trekken. En draaien. En nu is ons alien hoofdje klaar. Ons alien mannetje bedoel ik, is klaar. De beentjes, die gaan we gewoon plooien. En hier een beetje masseren. En dan krijg je de juiste vorm. Ook bij de andere ballon. Ziezo. Voor de voetjes maak je gewoon een bubbeltje van ongeveer 4 vingertjes. En opnieuw een klein bubbeltje voor een pinch twist. Bij het andere beetje doen we hetzelfde. Een bubbeltje. En een beetje. Ziezo,
En dan is eigenlijk ons Ilja Malatje al helemaal klaar. En dan gaan we nu het hoofdje maken. Neem je Ilja geprinte ballon. Je kan deze gewoon opblazen en verbinden in de nek. Of je kan ervoor kiezen om de Ilja nog een ruimtehelft te geven. Dit doe je door de ballon in de transparante ballon te stoppen. Hiervoor kan je altijd de hulp gebruiken van een stilo, een stift of een potlood. Maar je ziet, met een beetje gepruts en wat geduld komt dat helemaal goed. Als eerste blazen we onze groene ballon op. Dat is dus ons alien hoofdje. We knopen deze alvast dicht, zodat er geen lucht uit kan ontsnappen. Dan nemen we onze transparante ballon. En tussen de transparante ballon en de groene ballon gaan we gewoon opnieuw ook nog een klein beetje lucht bijblazen. En dan krijgen we onze alien helm. Goed dichtknopen en dan gewoon verbinden tussen onze twee pinch twists. En dan zijn we klaar. Om naar de ruimte te vertrekken. Ja.